geen Dion Dee, die is geblesseerd. Hij wordt vervangen met het nummer 77. En dus Neustetter en Kustekin op het middenveld. En Perdikinci tot bij de Kuiper. En dan zijn we alweer bij Van de Keibus. De Kuiper met infiltratie. En dit is wel een penalty. Tweede keer, goede keer voor Westerlo. Nu was de Beukelaar even gedecideerd als zo net om deze keer. Ja, dat is overduidelijk. Geen enkele twijfel mogelijk. Ook fase met de concentratie. Daar is hij met de aanloop. En de 0-1 voor Westerlo is een feit. Kian Vaze, de kampioen, neemt al heel snel de goud. Kalm gebleven, Kian Vaze. En dan meteen zich rustige, realistische manier doen. Maar toch, ze gaan niet voor een bijrol. Daar zijn ze al opnieuw. Met opnieuw Vaze voorzetten. En de 0-2 meteen. Momensoudi. Zo komt die aanval tot stand. Met Van de Keibus. Vaze geen buitenspel voor doel gezet. Beetje Valier natuurlijk. Daar gaat hij naar op zoek. Daar gaat hij op proberen in te spelen. Carcella en Chevalier, Chevalier, voorzetten en een steun van Van Langendonk. En dan nog niet binnen en dan wil Chevalier met de kop voor de 1-2. Teddy Chevalier heeft zijn doelpuntje te pakken. De ancien Teddy Chevalier die daar nog stond om die bal binnen te prikken. Hij ook aan de basis. Goeie save, eerst nog twee keer van Van Langendonk. Westerlo zet aan, Westerlo houdt de druk. Opnieuw in de 16 meter pompen en dan Vaze en binnen geprikt door de Kuiper. Maar het spel maar, het begint met die voorzet en die wordt dan verlengd. En dan staat hij achter. En zo neemt dat aandeel van Kian Vaze in die titel. En dan een foutje en meteen de doelpunt van Datsi. Daar is hij dan. Het aandeel van Vaze, maar kijk dan eens hoe ze het zelf weggeven. Dankjewel, zegt Datsi. Daar zit ik wel even tussen dat balletje te geven. Bernat probeert te verlengen. Anjouili, niet met zijn handen. Lalou en Duplus. Geen overtreding van. Nou zit er Duplus door de beentjes en dan schieten. Wow, Duplus. Oh la 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 la. Duplus scoort niet vaak, maar hier in thuiswedstrijden doet hij dat wel eens graag. Dat mocht niet meer baten. Dat schot was zo hard. Dat was zo goed. En dan het bruggetje bij Kustekin. En dan die raket in de winkelhaak van Frederik Duplus. Dat is een doelpunt. Mooi in de voorbereiding. Matteo Vromont, ook een Fransman. Ja, Timon. Dat zag je, dat hij er helemaal door zat. En daar zijn ze weer. En daar is het. Oh, Thibaut Perseille. Die doelpunten die blijven hier maar komen in Le Canonnier. Wel ja, wel degelijk. De kanonnen die zwijgen niet. Perseille, kijk eens, staat daar niet in buiten. En krijgen we nog een toetje op deze al goed gevulde taart. Wat is het, Ekersenvels? Dat is het hoor. De 2-6. Het eerste doelpunt voor deze jonge Belg. En dus die extra minuut die zit er op dit moment op. En de Beukelaar maakt er een einde aan. Het is een...